Ja, aan de overkant. Is wel leuk om te zien. Er zitten zo te zien een paardje waterspreeuwen daar. Het zijn er twee. Kijk, die ene duikt onder. Daar komt hij weer naar boven. Oh gaaf, het zijn een soort een mannetje en een vrouwtje. Oké, daar gaat hij weer. Maar het is wel heel gaaf om te zien. Oh, prachtig. Vorig jaar kwam ik er eentje tegen in België. Dat was zeg maar één. Maar twee is altijd mooi om te zien. Ik kan ook heel goed zien waarom hij nu zo de naam waterspreeuw heeft gekregen. Ze duiken onder en nu komt hij weer boven. Kijk eens wat mooi. Oh, dat was echt super gaaf om te zien. Ik kon ook best wel dichtbij komen. Ze hadden me niet in de gaten. Heel erg mooie dieren. Nou, ze zijn net even een stukje verderop gevlogen. Maar goed, heel erg mooi om te zien. Ik kon ook heel mooi dat gedrag van ze zo observeren. Weet je, ze doken het water in. Ze duiken met name een hele kleine beestjes in het water. Gewoon, ja, heel mooi om te zien. De soort is best wel zeldzaam in Nederland. Maar hier in riviertjes zoals hier in Zuid-Limburg, in Valkenburg, nou, kan je ze tegenkomen. Prachtige mooie vogel. Nou, hier komen ook bevers voor, dus daar delen ze de water ook mee. Nou, geweldig. De waterspreeuw. Je kan ze ook heel mooi herkennen, weet je, aan dat mooie donkere verenpak wat ze over rug hebben. En dat mooie witte gelige buik. En aan die mooie witte buik die ze hebben. Of eigenlijk witte borst. Dus, nou, prachtig. De waterspreeuw.